Welkom kijkers bij een nieuwe aflevering van het Juridisch Coronajournaal. Ik zit hier weer met oud-advocaat Frank Stademan. Mijn naam is Sietske Bergsma. En we gaan het hebben over, in deze aflevering, over de artikel 120 van de grondwet. Een grondwetswijziging die op handen zou zijn. Ja. Of dat wel of niet zo is, dat gaan we bespreken. Ja. Actueel, relevant natuurlijk. Grondrechten, we hebben het weer over gehad de afgelopen 2 jaar. Er gaan dus nu stemmen op om de constitutionele toetsing die de rechter nu niet mag doen. De rechter mag niet toetsen aan de grondwet in Nederland. Om die af te schaffen. Dus dat het wel straks mag. Ja. Maar wat houdt die wet nou eigenlijk precies in? Artikel 120 zegt dat wetten, wat je al zegt, mogen niet getoetst worden aan de grondwet. Dat wil dus zeggen dat als een wet in strijd is met de grondwet, dan mag de rechter daar niets aan doen. Hmm. En dat is natuurlijk eigenlijk heel raar. Want in die grondwet zijn onze grondrechten neergelegd. Dus als een wet wordt aangenomen door het parlement, waardoor onze grondrechten worden geschonden, dan zou de rechter daar iets over moeten kunnen zeggen. Ja. Nou, dat verbod, daarvan wordt dan nu gezegd,